Welkom dames en heren bij deze uitzending van LOS Sport. Zoals iedere week sportnieuws van en uit onze eigen Stijnse gemeente. En zoals ook iedere week beginnen we met voetbal. Ja, terugkijkend, een heerlijke zon en daarmee samenhangend natuurlijk een temperatuurtje, heerlijk. En dat maakte dat iedereen weer de weg kon inslaan richting de diverse voetbalarena's. Jammer nou dat onze Stijnse matadoren veelal uitwedstrijden te spelen hadden. Alleen IVS speelde thuis. Gaan we natuurlijk beginnen met De Ster. Wat weten we te vertellen van De Ster? We luisteren naar het verhaal dat Marco Vaase berichtte. Het volgende verhaal. Na de zware overwinning tegen Heer was het afgelopen zondag de uitwedstrijd tegen koploper Limburgia. Dus als het zwaar was, de overtreffende trap Limburgia. Ongeslagen, maar vorige week het eerste puntverlies geleden. Dus op naar Brunssum met goede hoop. In de eerste helft werd al vrij snel duidelijk dat Limburgia niet wilde dat De Ster zou gaan voetballen. Ze maakten er een fysiek duel van en dat wierp zijn vruchten af. De rust werd gehaald met 0-0 op het scorebord. Tweede helft verliep eigenlijk hetzelfde. Limburgia speelde op de fysiek en De Ster kwam er niet uit. Na een uur voetbal verkeek De Ster verdediging zich dan ook nog eens een keer op een lange bal en de spitsen van Limburgia waren scherp. Een welgemikte lob over de uitgelopen keeper Ruud Schumann en het was 1-0. Toen 10 minuten later Davy Hotzelmans zijn tegenstander op randje 16 opving, was de scheids onverbiddelijk. Penalty. En ook nog de tweede gele kaart voor Davy. De penalty werd verzilverd door Olaf Massier en de wedstrijd was in de knip voor wat Limburgia betreft. Met 10 man was er niks meer te halen voor De Ster. Een 2-0 nederlaag bij de aanstaande kampioen die nog 12 punten uit 9 wedstrijden nodig hebben. Voor De Ster geldt dat de carnaval ingegaan wordt met in het achterhoofd de derby tegen Cesar een week later. Zondag 10 maart is de planning, maar daar moeten we wat bij vertellen, want tijdens deze flexibele wintertijd kunnen de ploegen in gezamenlijk overleg kiezen voor een andere datum. Daar wordt tot nu toe nauwelijks gebruik van gemaakt, maar het is wel mogelijk. Het is en het blijft mogelijk. Dus houdt u het programma zelf enigszins in de gaten. Maar voorlopig, in ieder geval 10 maart, dan staat er Cesar tegen De Ster. Naar Elslo. Brengt ons naar ons aller Haslo, de zwart-witte uit Elslo. Zondag gingen ze naar Keer. Thuis was dat een bloedeloze 0-0. Met rust was het deze keer weer 0-0. Ja. Dus moest de tweede helft uit het bekende andere vaatje worden getapt. Ja, het was hard nodig ook. Nou heeft Haslo met Janssens en Rome nogal wat scorende spelers aan boord. Maar baas boven baas als het om scoren gaat. Ja, Tobias Stanger. En dat liet hij ook tegen Keer weer zien. Zowel de 0-1 als de 0-2 werden door hem ondertekend. En zo nam Haslo de 3 punten mee naar Elslo. Hulsberg, dat won met 1-3 van Schimmert. Jekerdal won met 5-0 van Dalof. En zo won de top 3 ook deze week alle wedstrijden. Dus, logische gevolg, geen veranderingen in de kop van 4A. Ook voor Haslo geldt zondag 10 maart de volgende. Dan zou men thuis gaan aantreden als alles goed gaat tegen de nummer 7 en dat is Bunde. IVS en Urmondia, die konden gelukkig ook weer eens aan de bak. De vijfde klasse speelde nagenoeg allemaal, behalve bij Sanderbout, maar dat was weer een heel ander verhaal wat daar gebeurde. Urmondia zorgde voor de meest positieve verrassing binnen het Stijnse voetbal. Hoezee, hoezee, want de mannen uit Urmond die gingen naar het gedoodverfde kampioensteam in Ulestraten en wisten daar te winnen. Na een ruststand van 0-0... scoorde Urmondia via Michael Smeets en dat doelpunt bleek na 90 minuten 3 punten waard. Het zo moeizaam scorende Urmondia, slechts 13 treffers in 11 wedstrijden en daarmee veruit de laagste score, steunde andermaal op zijn sterke defensie. En die hebben hun dit jaar al heel wat punten binnengehaald.
Na voor de winterstop knap gewonnen te hebben van die andere kampioenskandidaat, NEC, nu dus de tweede zege tegen een der potentiële kampioenen. Zo zien we dat graag. IVS, ja, IVS, wat gaan we daarvan vertellen? De enig thuisspelende Stijnse vereniging. Maar helaas wisten ze dat voordeel niet in winst om te zetten. Met rust keek men tegen een 0-1 achterstand aan. Corrigeerde dat in de tweede helft door een doelpunt van Frank van Rijt. Maar helaas, het kwam niet verder dan die 1-1. Puntje erbij, zo zullen we het dan maar weer positief opvatten. Ja, en dan ga je daar naar de ranglijst kijken. Dat is nog een hutspot van gespeelde en niet gespeelde wedstrijden. Al zien we wel dat UVC en NEC 92 en SVM, die vormen de top 3. En dat doen ze eigenlijk al het hele seizoen. Voorlopig staat IVS daar 8e en Normandia 9e. Zoals gezegd, je kan er weinig mee gezien het ongelijke aantal gespeelde wedstrijden. We gaan nog eens even terug naar het programma. Aanstaande zondag, carnavalszondag natuurlijk niks, dus we gaan naar 10 maart. Maar let op, de verenigingen zijn flexibel in speeldata. Maar we gaan eruit, zondag 10 maart. Cesar de Ster, nou dat is een lekkere. Haslo tegen Bunde. Neerbeek tegen IVS, moeilijke, Neerbeek staat vrij hoog. En Amsterdam tegen Urmondia. Benieuwd of Urmondia de zegenreeks kan voortzetten natuurlijk. Volleyballen. Ja, de dames die hadden geen wedstrijd. En kijken we naar het programma, dan moeten we niet schrikken, want pas 16 maart is de volgende wedstrijd. En dat is thuis tegen Polaris. Om de volgende dag dan ook maar direct verder te gaan met het bekerprogramma. Je vraagt je af of dat niet even anders geregeld had kunnen worden. Ja, en dat wat de heren betreft, die waren zaterdag weer aan de beurt. Met ook daarna een pauze tot 16 maart. Zoals gezegd, zaterdag thuis tegen de Maastrichtse Jokers. Mark Kozemans en Leonard die gingen op visite. Jos Haalmans vervangend coach bij ADC Heren 1. En dat allemaal in de promotieklasse D. En dan toch wel een subtopper, zeg maar een goede middenmotor tegen de nummer 7 en de nummer 6. Dat is dan Jokers. Ja. Je hebt een verdiende overwinning gehaald. Het is ja, altijd jammer een vierde set. Ik heb zelf aangegeven, ja, de concentratie vier sets vasthouden is erg moeilijk in het volleybal. Ja. Maar ik heb er in de vierde set toch nog een aardig spektakel van gemaakt. Het waren inderdaad het waren spannend. Ik heb de vierde set 3 spelers gewisseld ten opzichte van de eerste 3 sets. En dan Zuse, ja, dat spelers toch even nodig hebben om in het ritme te komen, ging dat redelijk goed. Maar uiteindelijk 26-24 is natuurlijk kantje boord. Maar een verdiende overwinning al met al. Zeker de eerste 3 sessies gingen eigenlijk toch aan een leien daagschaaf, toch een ruime marge. En die ruime marge die werd je toch nog in alle 3 de voorgaande sets toch over de streep te trekken. Ja, de eerste 3 sets hebben we inderdaad vrij makkelijk gewonnen met goed spel. Vooral de servicedruk was erg goed. De vierde set dat ze die dan verliest, dat is jammer. Want dat geeft altijd een beetje een katerig gevoel. Als ze de eerste 3 sets wint en de laatste verliest, dan heb ze toch een beetje een kater eigenlijk. Hoewel het toch, het zijn vier punten die ze binnenslijpt. En door geeft het eigenlijk, dat is het belangrijkste. Dus er werd eigenlijk de achterstand van 8 punten op Jokers werd dus gehalveerd. En ik heb er dadelijk toch misschien nog een pleitje hoger eindigen. Als we zo volgende week ook weer spelen, dan kennen we die achterstand inderdaad inhalen. Ja. En de doelstelling van het team is om in de middenmoot te eindigen. Want we hebben nogal gehad last van blessures en mensen die vanwege hun werk langer afwezig zijn. Dus al met al hebben we het best goed gedaan als we aan het einde van de competitie in de middenmoot eindigen. Maar we mogen zeggen, je zit aardig op koers. Ja. Die zesde plaats die zit toch nog wel aan te komen de komende wedstrijd als je deze lijn vasthoudt. Ja. En alleen dus nu eigenlijk de kers op de taart gemist.
Ja, want als ze 3-1 winst, dan krijgen ze 4 punten. En winst ze 4-0, dan krijgen ze 5 punten. Dus dan komen ze nog een stapje korter bij. Maar goed, ik ben al best tevreden met de 3-1 overwinning. Uiteindelijk had ik er van tevoren voor getekend voor 3-1. Ja. Veel succes in de rest van de competitie. En dan hopen we dat de coach snel weer hersteld is. Dat hoop ik ook. En dat alles weer de juiste mannetjes op de juiste plaats stond. Maar ik denk dat die Geer ook niet de verkeerde man zit op de verkeerde plaats. Nee, dus ik ben in ieder geval blij dat dit goed over de streep getrokken is. Okay. Succes. Jo, dankjewel. De eerste 3 sets die gingen voortvarend. RDC won die 3 sets overtuigend. Behoorlijk overtuigend. 25-21. Dan hadden we nog een 25-17. 25-18. Om dan, jammer, de 4e set af te geven met 14-26. Een mooie 3-1 winst. Al blijft het gevoel hangen waarom je de eerste 3 sets ruim wint. Om dan de 4e te verliezen. Atletiek. Als maart nadert, is de ultraloop niet ver af. En daarop is 2019 ook geen uitzondering. Het was in 1996 dat op initiatief van Han Franke de ultraloop Stijn werd geboren en vervolgens jaarlijks terugkeerde op de agenda. Samen met de triathlon en de Ronde van Limburg kwam Stijn op de kaart als duursportgemeente. Alle 3 de organisaties kenden en kennen nog hun problemen. Maar hulde aan de kartrekkers, ze bestaan nog alle 3. Carnaval valt laat, dus schuift het hele programma 1 week op. We gaan naar zondag 10 maart. Dan vinden de diverse starts plaats vanaf het scoutinggebouw. De jeugdrun, die start in een 4-tal categorieën vanaf 9 uur in de ochtend. Om 10 uur zijn die weer allemaal klaar en dan is de 5 kilometer parketreusrun. En om 11:15 is de start van de 10 kilometer, voor velen het hoofdnummer. De ultralopers die horen hun startschot om 12 uur klinken. En er zijn 2 mogelijkheden dit jaar. Je kan de ultraloop inschrijven voor 50 kilometer of je doet mee voor de 6 uur. Het is maar waar je de voorkeur aan geeft. Unicum, voor het eerst zal een rolstoeler deelnemen aan de 6 uursloop van de stichting Ultraloop. Hein Kommans, jazeker. Hij zal 6 uur lang met zijn rolstoel kilometers maken op het parcours. En dat doet hij een en ander ter voorbereiding van de Kennedy-mars die hij op paaszaterdag wil voltooien in zijn handbewogen rolstoel. Zoals gezegd dus, zondag 10 maart. Het is maar voor het weet, als u het hondje uitlaat in het bos, dan komt u 10 maart allerlei mensen tegen. Turnen. De turnsters van Maasland-Stijn die kwamen afgelopen weekend in actie tijdens de halve finale van de Limburgse kampioenschappen en die werden gehouden in Hoorn. Alleen de beste 10 turnsters in elke categorie die plaatsen zich voor die finale. 4 turnsters mochten op het ereschavot plaatsnemen. Daar gaan we even bekijken. Andy Pinkerts werd veruit de beste in de categorie pupil 1D3 en eindigde met 2 punten voorsprong op de eerste plaats. De 2e plaats in deze categorie was ook voor Maasland en wel voor Juliette Blijlevens. Bij de pupillen 2D3 mocht Boudil Pinks, net als tijdens de plaatsingswedstrijd, de gouden medaille mee naar huis nemen. En er was nog een bronzen medaille voor Fenne Connet en de jeugd 1D2. En dan hebben we nog andere mensen die zich plaatsten voor de finale van het LK. En die zijn ook belangrijk genoeg om genoemd te worden. Bijvoorbeeld Isa Mures, Fenne Hoofs en Tess Troquet en Elle Pepels, Tava Massink, Liv Connet en Nuhaila Sadate. Allemaal de meiden van harte gefeliciteerd. We zijn benieuwd hoe het natuurlijk allemaal verder zal gaan aflopen. Tot zover deze 117e uitzending van LOS Sport. Heeft u nieuws over uw vereniging of over uw eigen prestaties, dan geef dat door aan info@omroepstijn.nl. Bent u er de volgende week ook bij? Nou, niet de volgende week. De volgende keer bent u erbij. Want de volgende keer is uiteraard niet in de carnavalsweek, maar een weekje later. Wachten dus alstublieft.
Nou, in ieder geval, tot dan. Fijne carnaval.